ik heb hier zo'n pakketje binnengekregen. En hier zo, dit is precies de goede batterij die ik nodig heb voor mijn camera. En dat zijn er dus twee. Ik dacht, omdat dat nu nog kan, ga ik nog eventjes lekker chillen met de vogeltjes, Hedwig en Yuki. Maar ik ga nog even lekker chillen met mijn maatjes hier zo. Een hele goede morgen iedereen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op dit kanaal. We zijn er weer, hier is op dinsdag om natuurlijk 6 uur. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Ik ben net lekker wakker geworden en ik dacht ik start meteen eventjes Premiere Pro op. Aangezien ik nog even zo'n lijpe edit ga gooien. Dus dat is wel lekker, daar begin ik de dag lekker mee. Best wel chill eigenlijk, eventjes een beetje editen. Er moet nog een Lego video af, dus daar ga ik nu aan werken. Wat wel mooi is, het wordt best wel een leuk video. Dus dat is best wel leuk. Dus daar ga ik nu eventjes aan werken. En ik krijg dus vandaag ook een pakketje binnen voor de vakantie. Wat best wel belangrijk is. Heb ik de vorige vlog ook laten zien. Dus daar zit ik ook een beetje op te wachten. Maar voor nu ga ik in ieder geval even een lijpe edit gooien. Ik denk wel dat het een beetje lang gaat duren. Aangezien het best wel een lange video is. Maar ja, we gaan het zien. Ik moet zometeen ook nog de intro en de outro opnemen. Dus misschien dat jullie dat ook in de vlog zien. Dat doe ik altijd apart van de video. Omdat ik natuurlijk de camera omdraai bij Lego video's. Neem ik de intro en de outro altijd apart dus op. En die heb ik dus nog niet opgenomen. Dus dat moet ook nog even gebeuren. Maar die video moet in ieder geval vandaag af. Dus daar ga ik lekker aan werken. Dus tijd voor een lijpe edit. Lijpe ochtend edit. Ik heb hier zo'n pakketje binnengekregen. En dit zijn mijn accu's die ik dus bijbesteld heb. Voor de vakantie. Dus dat is wel nice. Het is van het merk Chili Power. Nou ja, ik ken niet echt iets van dit merk. Maar het was lekker goedkoop. En ik hoop dat het een beetje werkt. Hier hebben we in ieder geval de kabel. Oké, dit is als het is het oplaadblok. Boom. Het zag er best wel goed uit. Het zijn dus twee batterijtjes hier zo. En dan flikkeren we dit lekker weg. En dan hebben we hier zo in ieder geval één batterij. Ja, dit werkt ook perfect voor mijn camera. Want dit ziet er hetzelfde uit als mijn batterijen. Hier zo, dit is precies de goede batterij die ik nodig heb voor mijn camera. En dat zijn er dus twee. Dus dat is wel heel fijn voor de vakantie. Dan heb ik tenminste twee extra batterijen. En kom ik tenminste de dag mooi door. Nu heb ik dus drie batterijen. Van één origineel van Canon. En dus twee soort van, ja, hoe noem je dat? Huismerk. Of nou ja, andere merk batterijen. En deze kunnen dan ook hier zo in op deze manier. En dan kun je ze dus hier zo in ook opladen. Ik had zelf altijd het originele oplaadblok van Canon. Alleen daar kon je maar één batterij in doen. En hier kun je er dus twee in opladen. En dan denk ik ook dat je hier zo dan kan zien of ze vol zijn, denk ik. We kunnen sowieso dit eventjes heel satisfying. En dan breekt het af. Ik wou het er heel satisfying afhalen, maar dat lukt niet. Oké, dan doen we dus op deze manier. Kaboom. Ja, en hier zie je dan waarschijnlijk of ze vol zijn of niet. Dit is in ieder geval wel nice voor de vakantie. Want zo'n vlog zoals dit kom ik al makkelijk door met één batterij. En ik kan hem eventueel ook gewoon opladen hier zo. Alleen als ik dan op vakantie ben, als ik op pad ben, dan gaat dat gewoon niet. Dus twee extra batterijen zijn wel echt heel nice. En wat ook wel fijn is, is ja, je kan ze via USB dus doen. Omdat dit kabeltje er ook bij zit. En ook via USB-C zoals jullie kunnen zien. Dus dat gaat sowieso wat sneller. En je kan hem dus ook in een powerbank doen. Dus dat is ook nog wel heel fijn. Dat kon mijn andere kon dat niet. Die ging gewoon in stopcontact. Maar deze kan je dus ook in een powerbank doen. Dus dat is ook fijn. In ieder geval een hele goede koop. En was ook niet al te duur. Want ik had dus ook gekeken. Normale Canon batterijen die kosten gewoon €50 per stuk. En het liefst wil ik er wel gewoon twee extra hebben. Dus drie in totaal. En dan betaal je gewoon €100 voor twee batterijen. Dat vind ik best wel veel. En voor dit hele pakket heb ik dus €40 betaald. En ik ga er ook wel vanuit dat dit soort van werkt. Misschien net iets minder goed als zo'n officiële batterij van Canon. Maar ja, dat heb je ook met dit soort goedkopere merken. Ik ga er vanuit dat het soort van wel werkt. Dus dat is mooi. Twee nieuwe batterijtjes. Die ga ik in ieder geval even lekker opladen. En die kan ik dan ook mooi in mijn cameratas doen. Die daar zo op de grond ligt. Ik ben al shit aan het inpakken voor de vakantievlogs. Dus dat is mooi. Die gaan lekker mee. Ik dacht, omdat dat nu nog kan, ga ik nog eventjes lekker chillen met de vogeltjes, Hedwig en Yuki. Dus ik heb ze eventjes lekker mee naar boven genomen hier zo. En hier zo staat dus ook de mooie vogelkooi. Ja, ik ga ze natuurlijk wel voor een tijdje missen. Helaas.
Maar na de vakantie zie ik ze gewoon weer. Voor jullie gaat het wel echt heel lang duren, aangezien de vakantievlogs echt doorlopen tot bijna het einde van dit jaar. En in die vakantievlogs gaan jullie de vogeltjes dus niet zien. Dus de eerstvolgende keer na deze vlog gaat waarschijnlijk ergens in december zijn. Dus dat is wel gewoon bijna een half jaar. Dus ik dacht, ik zet de vogeltjes hier zo nog even leuk neer. En dan is dit dus eigenlijk de laatste keer voor een lange tijd dat jullie de vogeltjes in de vlogs gaan zien. En Hedwig begint al meteen weer te praten, want hij weet wat er aan de hand is, waarschijnlijk. Maar ja, jullie gaan ze dus voor een lange tijd niet meer zien, helaas. Maar ja, er komen wel hele vette vlogs aan, dus dat gaat sowieso wel vet worden. En met de vogeltjes gaat het natuurlijk ook altijd goed buiten de vlogs, dus dat is helemaal mooi. Maar ik ga nog even lekker chillen met mijn maatjes hier zo. Dus dat gaat nog wel even leuk worden. Ik denk dat ik ook gewoon een beetje mijn eigen dingen ga doen en hun zijn er dan bij en zo. Dus dat is wel leuk. En ja, ik hoor Hedwig nu ook alweer praten. Dus het is toch heel leuk als ze erbij zijn. Zoals jullie hier zo kunnen zien ben ik de video eindelijk aan het renderen. Ik heb net nog eventjes de intro en de outro opgenomen. En ik ben ook klaar met deze video. Dus dat is mooi. Hier zo, alles mooi geknipt. Muziekje eronder gezet. Intro en outro, alles erop en eraan. En dit was de Lego Booster kaarten opening packs ding video. Die afgelopen donderdag op Lego for Life online kwam. Mocht je die video nog niet gecheckt hebben, komt het ietsje eventjes hierboven. Het is best wel een leuke video geworden. Best wel iets speciaals dit. Dit komt namelijk uit Oostenrijk. Het is Duits en zo, dus best wel een geinige video. Maar die video ben ik nu dus aan het renderen. Dus dat is mooi. Dan ga ik hem zo meteen uploaden, even plannen. En dan ga ik hem nog even terugluisteren. Want ik vind dat altijd een beetje moeilijk om in te schatten hoe de muziek is. Ik zet de muziek er natuurlijk onder en dat hoor ik met mijn koptelefoon. Alleen dan klinkt het altijd toch anders als dat je het luistert via je telefoon, toch? Ik ga ervan uit dat de meeste mensen via hun telefoon kijken. Sommige mensen ook via PC, alleen niet iedereen heeft een PC. Volgens mij is het wel gewoon zo dat de meeste mensen mijn video's via telefoon kijken. Dus het moet ook qua geluid goed zijn op telefoon. Dus niet dat de muziek te hard staat of te zacht. Want dat ga je het meeste merken als je via telefoon gewoon via de speaker luistert. Als je dat via koptelefoon luistert, dan maakt het niet zo heel veel uit of het te hard of te zacht is. Nou, te hard misschien wel, te zacht niet per se. Alleen op telefoon wel, want dan hoor je het gewoon echt niet. Dus dat ga ik zo meteen nog even checken. En als dat dan helemaal goed is, dan is de video helemaal klaar. Dus dat is mooi. En anders moet ik hem even opnieuw renderen, zet ik de muziek wat harder, wat zachter, I don't know. Maar als dat niet zo is, dan is dat dus top. Dan is die video in ieder geval klaar. Wel een vet video geworden. Ja, ben er best wel blij mee. Dus nu moet ik nog één edit hierna doen. En dan ben ik helemaal klaar voor de vakantie. Dus dat is heel nice. Dan kunnen de vakantievlogs beginnen. Episch, episch. Mijn vakantie kan dan beginnen. Lijpe shit, ik ga even dit afwachten. En dan ga ik beginnen met de volgende edit. En dan ben ik daarna klaar. Duolingo'tje voor vandaag ook weer gepakt. En de volgende vlog is het zover. De eerste vakantievlog van 2023. Ik heb er best wel veel zin in. En dan gaan jullie er dus ook achter komen. Welke taal ik nu al 159 dagen in Duolingo heb. Qua streak wat ik aan het oefenen ben. Want dat is namelijk de taal van het land waar wij ook naartoe gaan en waar dus ook de vakantievlogs zijn van dit jaar. Dus dat is best wel ziek. Jullie gaan de volgende week achterkomen bij een gloednieuwe vlog. De allereerste vakantievlog van 2023 dus. Ik ga nog even uit mijn Avicii-boek lezen en daarna ga ik lekker naar bed. Dus ik hoop dat jij deze vlog leuk vond. Dan kun je natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer en dan dus volgende week de allereerste vakantievlog van 2023. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later mensen.